Museum Sounds is een project van Musica en Amusez-vous, waarbij zes deelnemers tussen 18 en 30 jaar soundscapes maken voor zes musea in Antwerpen. Die gedurende museumnacht 1 augustus weer klinken in het museum. Zes deelnemers hebben elk museum onder handen genomen en ze hebben zich eigenlijk geïnspireerd op een expo van het museum of de permanente collectie van het museum en hebben die eigenlijk tot klinken gebracht speciaal voor museumnacht. En vandaag kunnen de bezoekers de soundscapes live bezoeken en achteraf kunnen ze ze ook nog beluisteren op de klankenatlas. Klankgerilla is een concept die door Musica is bedacht en ik heb die ook verder uitgewerkt. En we hebben met de deelnemers, met de zes deelnemers, deze boot daar het klinken doen brengen. Dus de klankgerilla, dat is de bedoeling dat mensen de omgeving laten klinken in een verrassingsconcert. Speciaal uit Thailand. Chiang Mai, ik kan er wat van, ik weet niet, Turkije of gewoon Thailand. Ik wil gewoon wat dingen zeggen, breng de vettigste dat het is echt met één woord en ik zal het in letters omzetten. Dat is de bedoeling, maar kijk eens moeilijk. Even stil aan staan, dus dat is niet de bedoeling. De groep zit lekker met de groep op de bloed. Ah, ze roepen van de oeh, maar dat is beter dan boe. Breng het zo lekker, ik ben een gekke rapper en ik zet de combinatie. Vandaag was ik alles. We sliepen als we elkaar opgestapeld servies. Geen enkel plan voor later, zelfs geen enkel papieren zakdoekje. Ik flikste het idee door mijn hoofd dat ik dit beeld nooit meer ga vergeten. NPO Sterlo is een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking, waar zowel volwassenen als minderjarigen verblijven. We hebben in totaal 250 cliënten die wij begeleiden. En een heel groot deel, net zoals iedereen hier buiten eigenlijk, die zingt graag. En dat is een van de redenen om een koor te starten, het gelijkgestemd te starten. Wij zongen samen met een ander koor, zo hebben we het gezien, maar ook, wij moesten ook een ander soort muziek zingen en ook dat was voor onze mannen even een nieuwe overwinning, anders zouden we het nooit gedaan hebben. Het leuke eigenlijk als je met een kathedraalkoor kunt samenwerken is dat je dan ook een beetje kunt proeven van een technischer, knappere uitvoering, dat je een sterkere indruk krijgt dat je wel artistiek bezig bent. Just for you.
Wat als de wereld ontstond om hier op te houden? Gone West is de culturele herdenking van 100 jaar grote oorlog in West-Vlaanderen. Met theater, dans, muziek, literatuur en beeldende kunst. Info en tickets via gonewest.be.